De fractie van de VVD in Tiel heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders als het gaat om het aantal uitkeringen in de gemeente Tiel. Daar is nogal wat onduidelijkheid over. Ja, klopt. In de Gelderlander stond het artikel dat het aantal uitkeringen in Tiel ver boven het landelijk gemiddelde ligt. In Tiel ligt dat percentage op 17%, landelijk ligt dat op 15% en regionaal, dus in de gemeentes om ons heen, ligt dat op 12%. De VVD vindt dat verschil opvallend en heeft daarom vragen gesteld aan het college van joh, hoe zit het nou precies, kloppen de cijfers die in de Gelderlander genoemd zijn en als die cijfers kloppen, heeft het beleid dat de gemeente voert dan ook de effect op de gewenste resultaten die we willen bereiken? Het is toch op zich raar dat die cijfers niet precies paraat zijn voor de politieke partijen in Tiel. Hoe komt de Gelderlander daaraan, weet je dat? Ik vermoed dat de Gelderlander deze cijfers heeft van het Centraal Bureau van de Statistiek. Wij willen die ophelderingen ook en daarom hebben we deze vraag ook gesteld aan het college. Oftewel, als er antwoord op is, dan kunnen er pas vervolgstappen genomen worden. Maar mocht het zo zijn dat het inderdaad het geval is, wat vindt de VVD dan? We willen eerst duidelijkheid over de cijfers, kijken hoe het werkelijk zit. En op basis van die antwoorden gaan we verder de zaken beoordelen en komen met een antwoord. In de commissie hebben we de toezegging gekregen dat we bij de invulling hiervan als raad betrokken zouden worden. We willen hier dan ook voet bij stuk houden en willen meegeven dat we bij ieder punt, komma, die gezet gaat worden, betrokken willen worden. Als we de verordening van Tiel vergelijken met de verordening van de andere steden, zien we dat die van Tiel nog erg sumier en kaal is. We willen dat deze naderregels zo snel mogelijk ingevuld gaan worden in verband met de rechtszekerheid en dat de raad zeggenschap hierbij heeft. En dat het college bij de invulling hiervan zelfs gaat kiezen voor variant B. De raad legt de hoofdlijnen vast en delegeert de nadere regels aan WMW. Vanavond is het beleidsplan WMO Jeugd vastgesteld. Ik moet er wel bij zeggen, ik ben coördinerend wethouder van het sociaal domein. Mijn collega Melissen is verantwoordelijk voor de jeugdtransitie. En ik heb de WMO AWBZ onder mij. In grote lijnen alles aangenomen. Er zijn een aantal moties behandeld. En dat nam nogal wat tijd in beslag. Hè? Kunt u eens kort aangeven waar die raad nou over wat ze wilde regelen, eigenlijk nog willen aanpassen? Nou, er zijn wat, het beleidsplan is vastgesteld en er zijn verordeningen vastgesteld. Alleen bij die verordeningen waren een aantal zaken in opgenomen waarvan de raad zegt, en dat is bijvoorbeeld in de risicosfeer heet dat dan zo mooi, maar dat is wanneer eventueel iemand niet in aanmerking komt voor een vergoeding. Daar heeft de raad van gezegd, die willen wij niet vaststellen nu. Dat moet eerst uitgewerkt worden om in een later stadium eventueel alsnog toe te voegen aan de verordening. En gaat het echt om de minima? Nee, dit gaat over in de risicosfeer als bijvoorbeeld mensen die aanspraak maken op een voorziening, er zelf een verkeerde rol in spelen, dat we die eventueel uit kunnen sluiten. Daar willen we nadere regels eerst voor hebben, voordat ze dat eventueel gaan opnemen. De minima, dat was een andere motie waarbij men heeft gesteld van eigenlijk willen we uitgewerkt zien een bepaalde korting op de eigen bijdrage bij voorzieningen. En daar heeft de raad het college opdracht gegeven om die eerst uit te gaan werken voordat het vastgesteld gaat worden. En daar is nogal wat onduidelijkheid in, hè? Want je hebt een eigen bijdrage van je ziektekostenverzekering, maar zodanig loopt dat ook via de gemeente. Ja, eigen bijdrage bestaat al. Eigen bijdrage in het voorstel van het college is dat die ook dadelijk blijft bestaan. De cliënt merkt er niets meer en niets minder van dat inderdaad dezelfde eigen bijdrage blijft bestaan. En de zorg blijft exact hetzelfde. Dus het is eigenlijk een, zoals mensen zo kunt oppakken, een voorstel tot het mogelijke verruiming van het minimabeleid. Alleen het totaal kan zoveel geld gaan kosten en dat moeten we eerst verder uit gaan zoeken. Want begrotingstechnisch is gewoon die eigen bijdrage meegenomen. Dat is ook vanuit de landelijke overheid zo bepaald. Dus op het moment dat je gaat schuiven met de eigen bijdrage, dus kortingen gaat verlenen, is dat een aanslag voor de begroting van de gemeente Tiel. En dat moeten we verder uit gaan zoeken. Maar nogmaals, ook zonder korting, de cliënt merkt er niets en niets minder van met betrekking tot de zorg die verleend wordt. Oftewel nog steeds een tevreden wethouder als het gaat om WMO en jeugdzorg?
Ja, het is de volgende stap die we gezet hebben om uiteindelijk volledig klaar te zijn op 1 januari 2015. Een ander belangrijk onderdeel was het privacyprotocol. Daarvan heb ik ook toegezegd van dat is op tijd klaar en daar gaan we uiteraard de raad ook bij betrekken. En in die zin een blij lid van het college. Het is niet alleen deze wethouder, maar ook collega Melissen rondom de jeugdzorg. Wij kunnen nu weer verder gaan met de verdere invulling van het beleid wat van ons verwacht wordt. Waarom ik mij kandidaat heb gesteld voor deze agendacommissie is omdat ik vind, en dat heb ik in de vorige periode namens PvdA regelmatig voor gepleit, dat wij betere sturing moeten krijgen op die rivierenland. We moeten ervoor zorgen dat wij weer aan de touwtjes in handen hebben en weer aan het stuur zitten. Dan zijn we de grip een beetje op kwijtgeraakt. En ik denk dat de agendacommissie daar een hele goede mogelijkheid voor is. En dat wij daar via de agendacommissie voor moeten zorgen dat wij als raad die sturing terugkrijgen. Dat wij de punten moeten agenderen die wij belangrijk vinden. En ja, ik zou heel graag een bijdrage willen leveren door daar in Tiel voor te gaan vertegenwoordigen. Pieter van den Burg, samen met Nathan Gades gekozen voor een agendacommissie, zoals dat zo mooi heet, voor de regio Rivierenland. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij als vertegenwoordiger van de Tielse Raad, zowel coalitie breed als oppositie breed, en ik ben dan van de oppositie, Nathan van de coalitie, de Tielse Raad vertegenwoordigen in de regio, maar ook zaken hiermee terugnemen om hier in de Raad te gaan voorleggen wat op de agenda in de regio besproken moet gaan worden en of wat besproken wordt. Waarom is deze commissie ingesteld? Waarom gebeurt dat? Om toch de politiek dichter bij de mensen te brengen vanuit de regio. We lopen daar al 2-3 jaar over te bespreken van, nou, hoe kunnen we dat anders doen? Omdat heel veel zaken boven ons hoofd worden besloten in de regio. We hebben samenwerkingsverbanden. En toch is de raad, moet daar zelf een aantal zelfstandige besluiten over nemen. Dat gaat niet al te best soms. Ook niet alleen in Tiel, maar ook in andere gemeentes. Dus men heeft het gevoel dat men als raad dan vaak buitenspel komt te staan of dat men te laat geïnformeerd wordt. Daarin heeft men gekozen om nu 2 afgevaardigden daar naartoe te sturen of deel van uit te maken. En dan ook om in feite daarin een agenda mee op te stellen. Goeie zaak. Hele goede zaak, ook omdat we het raadsbreed doen. Dat we het niet doen van jij bent van die partij en jij van de andere partij. In die zin is er nu gekozen voor een zeer raadsbreed systeem waarin zowel coalitie als oppositie samen optrekken voor de Tielse belangen. In Gouda, met de Zwarte Pieter. Ik ben het zelf, tradities moeten blijven, daar ben ik voor. Maar een bepaalde mensengroep, die hebben natuurlijk hun eigen gedachten, hun eigen zin willen ze hebben. En ja, moeten we die gaan respecteren of niet? In Gouda willen ze de kaaspiet en de stroopwafelpiet willen ze inbrengen. En ik dacht bij mezelf zo van, ja, als zij het zo gaan doen, moeten wij misschien de fruitkorso en de appel erbij gaan halen. Voorzitter, dat is een goed idee. Als het maar nee, je mag niks zeggen. Dat is een rondvraag. Dus In de gemeenteraad was er tijdens de rondvraag een opmerking rondom de Sinterklaasviering in Tiel. Zwarte Piet, Blauwe Piet, welke Piet dan ook. Hoe staat de gemeente daar tegenover? Ja, ik heb er vrij kort op geantwoord. Ik heb overleg gehad met de Stichting Sint, die bij ons de intocht organiseert, vrijwilligers. Die waren daar heel duidelijk in, klippen klaar, wilden de intocht houden zoals die altijd gehouden wordt. Ik heb zelf ook die opvatting. Dus dat is prettig dat we die met elkaar delen. En dat betekent dus dat we de intocht in Tiel houden zoals we die altijd gehouden hebben. Over handhaving, daar is natuurlijk ook aardig wat over te doen. Over veiligheid, dat is uw portefeuille. Deze week is er ook weer actief opgetreden tegen inbrekers. Hoe staat het daarmee met het aantal inbraken in Tiel en het oplossen daarvan? Nou ja, we hebben dit jaar eigenlijk toch wel een hele forse daling. We zaten rond de 60% daling in de inbraken. September hadden we weer even een klein opleving, maar dat moet ik ook bijzeggen dat september vorig jaar al laag was.
Ja, als je laag zit, dan kun je natuurlijk ook niet meer... op een gegeven moment zit je in een dieptepunt. In september had ik een opleving. En dat, ja, goed, dat betekent wel dat ik ook altijd gezegd heb... van je moet er wel aandacht aan blijven besteden. Het is niet een onderwerp van je zegt van... nou, dan gaat het weer even wat beter, dus gaan we maar een andere prioriteit leggen. Dus het heeft bij de politie, bij het OM, bij de gemeente... blijft het gewoon een hele hoge prioriteit hebben. Het is een high impact crime. Het heeft heel veel impact op onze inwoners, mensen die het meemaken... Een inbruik. En vandaar dat we dat echt prioriteit willen blijven geven. Ook in ons meerjarenprogramma waar we mee bezig zijn. En tot nu toe zijn de cijfers voor oktober wel weer goed. In de zin van laag. Dus ik hoop dat we dat vol blijven houden. Als het gaat over die nationale politie, dat schiet eigenlijk niet op. Hè? Die wijkagenten, we zouden er 8 krijgen. Het zijn er nog steeds 4. Dat vindt u jammer, neem ik aan. Ja, dat had vooral ook te maken met de discussies die er liepen met de vakbonden over de personeelsinvulling van de nationale politie. En daardoor wachtte alles een beetje op elkaar. Nou, daar is men nu uit. Dus de verwachting is dat de wijkagenten eind van het jaar dat rond is. Dat we de teamchef, dat het in oktober rondkomt. En we hebben de toezegging en de afspraak met de politietop dat de wijkagenten krijgen nu voorrang ook bij de plaatsing. Omdat we eigenlijk met z'n allen belangrijk vinden dat die er snel komen. Dus dat betekent dat we nu de toezegging hebben dat we eind van het jaar, zeg maar rond de jaarwisseling, inderdaad 8 wijkagenten in Tiel hebben. Nou, dat is op zich goed nieuws natuurlijk. Als het gaat over dat meerjarenbeleid, een ander issue wat opgepakt wordt, is radicalisering. Verontrustend in Tiel? Nee, nog niet. We willen voorkomen dat het verontrustend wordt. We hebben bij onze prioriteiten in het meerjarenprogramma, die we overigens nog met de raad gaan bespreken in de komende commissie bestuur, hebben we als college gezegd van nou ja, woninginbraken, dat is helder. Hè? Daar hadden we het net over. Dat is natuurlijk belangrijk om dat prioriteit te blijven geven. Radicalisering is een thema wat landelijk heel sterk speelt. Veel media aandacht over. Er gebeurt natuurlijk ook van alles. Gelukkig nog niet in Tiel. Maar we willen ook voorkomen dat dat gebeurt. Prioriteren betekent ook aan de voorkant zorgen dat het geen probleem wordt. Hè. Niet alleen maar prioriteren iets wat al een probleem is. Wij vinden het heel belangrijk als we naar de bevolkingssamenstelling van Tiel kijken... om met mensen in Tiel in gesprek te gaan... Met de Marokkaanse vereniging en met de Turkse gemeenschap. Om echt te kijken van hoe zorgen we daar aan de voorkant voor dat we dit probleem niet krijgen in Tiel. En ook om met elkaar eigenlijk gesprekken aan te gaan. Ja, wat is nou radicalisering? Hè? Wat verstaan we daar nou onder met elkaar? En dat is ook heel nuttig. Soms schiet het ook wel weer een beetje door. Soms is het terecht dat je daar heel veel aandacht aan besteedt. Nou ja, dat gesprek moeten we met elkaar aangaan. En dat maakt dat wij hebben gezegd van nou laten we het dan tot prioriteit verheffen. Weliswaar alleen voor 2015, dus een soort jaarthema. Zodat we ook wat extra energie in kunnen steken met alle partijen bij ons in de samenleving om dit te tackelen.